Het is Velding nog steeds op 1. Het is Doorn op 2. Ik denk dat we dan gaan kijken naar de Wiegels op de vierde plek. Dat wil zeggen dat we op de derde positie hebben zitten. Niemand minder dan Mark Velding voor CRD Raalte. World number 2 op weg naar zijn halve finale met Dion Goormans, Sven Pennings, Dilano van Doesburg, Mike Nicoop en Mitch van der Steeg. Uit Doornse WTC moeten we daar maar gaan kijken, maar het is Goorman die vertrokken is en met zich meeneemt het FCV Talent BMX team met niemand minder dan Sven Pennings. Pennings op zoek naar die eerste positie waar Goorman nog steeds natuurlijk zit. Even kijken, dan gaan we naar Ammerzooien en in Ammerzooien daar zit Mike Nieuwkoop en die is op weg naar zijn halve finale plek. Moest wel een plaatje opschuiven, hij zat er mooi op 3, gaat terug naar de vierde plek, want het is de man die daar op de derde plek. En ze komen Dilano van Doesburg. Laatste vier heren die zichzelf moeten gaan kwalificeren voor de halve finale.